Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is woensdag al. Gisteren niet gevlogd, want er was gewoon niet zo heel veel te vloggen. Maar vandaag ben ik natuurlijk vrij. En dan zou je aan de klok... Nou, die kan je net niet zien. Ik wou zeggen, dat zou je aan de klok te zien niet zeggen, want het is 7:50. Maar ik moet om 7:30 voor mijn nagels weg. Ik zou eerst morgenavond moeten, maar morgenavond ga ik weer dingen doen voor de bruiloft. Dus moest ik het even ruilen. En ze heeft het nogal druk. Dus de enige plek die ze nog over had was vandaag om 7:30. Dus toen dacht ik, oké, doe die dan maar. Dus de vlog is ook niet vanochtend online gekomen. Want gisteravond toen ik thuis kwam van het kaarten ben ik maar gelijk naar bed gegaan. Want als ik dan ook nog moet editen en nog moet renderen en online gooien, dat duurt meestal wel even. En dan zou ik om 12:00 pas gaan slapen of zo. En ik moest om 6:00 op. Ik denk, nou, dan doe ik hem gewoon wat later vandaag online gooien. Dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Ik ga zeg maar, als ik terugkom, even een bakje doen bij mijn ouders. Timmetje is daar. En dan ga ik daarna editen. En natuurlijk vanavond uit eten met... Of had ik dat nog niet verteld? Weet ik eigenlijk niet. Nou, vanavond ga ik dus uit eten met Lisanne en Goel van het dansen. We hebben deze week geen lessen. Het is even een weekje vakantie. Dus we wilden eigenlijk met de hele groep uit eten. Maar alleen wij drieën kunnen. Dus nou, doen we het gezellig met z'n drieën. Dat is ook goed. En vrijdag ga ik ook alweer uit eten. Want ik heb natuurlijk... HBO-opleiding gedaan. Ben in 2017 ben ik afgestudeerd. En we hebben altijd nog een ons studiegroepje waar wij zeg maar in die periode altijd mee bij elkaar waren. Gaan we ieder jaar gaan we uit eten. In ieder geval 1 keer per jaar uit eten. Even bijkletsen en dat soort dingen. Dus dat gaan we doen. Vrijdag. Dus nou, wordt weer een gezellige week. Het is natuurlijk een korte week. Het is al woensdag. En maandag zit nog bij de weekendvlog. Nou, gisteren niet gevlogd. Dus ja, zo'n korte week gaat dan best wel snel. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga me klaarmaken om te gaan. En dan zien jullie het eindresultaat wel als ik terug ben. Zo, ik ben weer terug. Had ik gefilmd eigenlijk vanochtend? Jawel, toch? Ja, ik heb gefilmd dat ik naar de nagelstudio ging. Weet ik eigenlijk wel zeker. En dit is het geworden. Het heet Babyboom. Ik weet niet waarom, maar ik vind het wel mooi. Ik heb het al een keer eerder gehad wel, maar een keertje geen kleurtje, maar gewoon een beetje iets neutralers. Natuurlijk wel met een glittertje erin. Ik heb net de weekendvlog geëdit. Was super leuk om te doen. Was natuurlijk ook echt een leuk weekend. Dus die staat nu te renderen. En dan kan ik hem zo online gooien. Ik ga even de thumbnail maken. En dan kan die online. En dan... Het is mooier weer dan ik dacht. Ik dacht dat het minder zou zijn. Maar ik ben nog even bij mijn ouders geweest toen ik terug was. Even een bakje gedaan, want die kleine jongen is er natuurlijk. Dus dat is gezellig. En verder rest ga ik zien wat ik vandaag doe. Ik heb nog niet echt heel veel wilde plannen. Maar het is ook nu pas 11:00. Ik heb al het gevoel dat ik er een dag op heb zitten. Maar ik ga zo eens even bedenken wat ik allemaal ga doen vandaag. Nou, en uiteindelijk is het alleen maar Project Runway kijken geworden. Ik was best wel moe. Ik had niet zoveel zin om iets te doen. En toen zag ik dat op Videoland het laatste seizoen van Project Runway stond. En die had ik nog niet gezien. Dus... Die ben ik aan het kijken. En intussen heb ik me even omgekleed en opgemaakt voor vanavond. Ik hoef pas over ruim een uur de deur uit. Dus dat valt mee. Misschien nog wel iets langer. Want zo lang zal ik er ook weer niet over doen. Ik ga met de tram. Want met de auto naar de stad is gewoon bijna geen doen. Dus ik ga lekker met de tram. Dan... kan ik daar het laatste stukje rijden. Hier trek ik even mijn spijkerjekje eroverheen aan. Maar het is vandaag hartstikke mooi weer toch nog. Ik dacht dat het minder zou worden, maar merk er niks van. Ja, niet dat ik er wat mee heb gedaan, maar goed. Dag een keertje even. Ik heb genoeg
gedaan de afgelopen dagen, dacht ik zo. Dus een keertje rust is ook niet erg. Er was hier nog wel tumult vanmiddag, want hier voor de deur in de flat hiernaast was brand. Dus drie grote brandweerwagens en gedoe. Maar gelukkig lijkt het mee te vallen. Ik heb net even gekeken, volgens mij geen ernstige dingen. Dus ja, natuurlijk is het heel vervelend voor de mensen die het betrof. Want dat wil je gewoon niet. Maar ik heb niet, volgens mij zijn er geen gewonden of iets dergelijks. Dus ja, gelukkig, want dat zou helemaal erg zijn. Dus ik ga even mijn sieraden omdoen. Die heb ik hier liggen. En nog even verder kijken. We zijn gearriveerd bij La Cubanita. Het is meegedrukt, dus ik probeer zo min mogelijk mensen te filmen. Maar filmen jullie wel gewoon. Hallo. Hey. Hallo. Hey, daar zijn we weer aan het eten. Ja, ik film ook op een goed moment, want we hebben nu letterlijk even allemaal niks. Maar de dames zitten aan de cocktail. Wat voor cocktail? Waterbloem. Lekker. En ik heb net thee op. Oh, en Koel heeft nog één spiesje. Die hebben we net ook gehad. Die waren lekker. Dus we gaan even wachten op de volgende ronde maar, hè. Zo, goedemorgen. Dat was heel gezellig gisteravond. En lekker gegeten bij La Cubanita. Toch andersom. Een aanrader. Ik was er nog nooit geweest, maar ik heb echt heerlijk gegeten. Lekkere tapas. Maar toen ik terugging, daarom heb ik gisteravond ook niet meer gevlogd. Ik moest sowieso nog even skypen met iemand. En ik was pas om even over 9:30 thuis. Dus dat wilde ik eerst even doen. Maar ik kwam de tram uit hier beneden. En het stortte van de regen. Dus van dat kleine stukje van de tram had hij hier naar binnen, was ik echt helemaal drijf en drijf en drijfnat. Niet normaal. Dus ik heb me even als een gek omgekleed. Even een handdoek in mijn rolstoel gelegd. Want die was ook helemaal zeiknat. Tenminste, mijn rugleuning was helemaal zeiknat. En even geskypt. En toen ben ik naar bed gegaan. Maar het was een hele leuke avond. Het was heel gezellig met de meiden. En nu sta ik op het punt om naar mijn werk te gaan. Dus dan zie ik jullie vanmiddag weer. Hoi. Daar ben ik weer. Het is donderdag inmiddels. En ik zou vanavond meegaan met mijn zwager en mijn moeder en mijn vader en zijn moeder om voor een pak te gaan kijken. Maar vanmiddag kwamen we erachter dat de zaak waar ze dat gaan doen niet rolstoeltoegankelijk is helaas. Dus dat is wel heel jammer. Maar wat we net wel gedaan hebben is met videobellen even contact houden, zodat ik er toch een beetje bij kan zijn. Dus dat vind ik heel erg leuk. Zowel voor mijn zwager als voor mijn vader. Dus dat gaat helemaal goed komen. En volgens mij had ik jullie verteld dat ik zelf al een jurk heb voor de bruiloft. Maar ben ik het toch nog niet helemaal over eens. En nu heb ik een hele leuke winkel gevonden in Leiden. Honolulu heet dat. En daar ga ik zondag naartoe. En met een bekende van jullie. Dus ja, dan moet je de weekendvlog even voor kijken. Om te kijken wie er dan met me meegaat. Wordt heel gezellig in ieder geval. En ja, omdat ik toch niet daaruit hoefde, ben ik maar weer verder gegaan met Project Runway. Want ja, hè, je moet toch wat op je donderdagavond. Maar ja, ik vind het een toffe serie. Laat me even weten of je ook kijkt daarnaar. Zou ik leuk vinden. Zo, de werkweek zit er weer op, jongens. Het is vrijdagmiddag, 4:30. Ik was wel lekker vroeg thuis vandaag. Ik heb me al omgekleed, want ik ga straks uit eten. Gezellig met mijn studiegenootjes van de HBO-opleiding. Heel veel zin in. Maar alleen appte ze net degene die gereserveerd had dat het restaurant gesloten is. Omdat er zieken zijn. In het personeel dan. Dus we wijken uit naar een ander restaurant en daar kan ik lekker op de fiets naartoe. Dus daar ben ik ook blij mee. Straks nog een stukje fietsen. Was vanochtend ook weer met de fiets naar mijn werk gegaan. Ik neem de camera niet mee. Ik heb ze al heel lang niet meer gezien. We hebben heel veel bij te kletsen. En ik vind het ook niet nodig om iemand dan na zoveel jaar ineens een camera in zijn neus te duwen. Dus dat ga ik lekker niet doen. Ik zie nu dat mijn moeder is geweest en die heeft wel de paastak laten staan. Maar daar het ei opgeruimd. Terwijl ik eigenlijk had gehoopt dat ze het andersom zou doen.
geval, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt, want ik blijf een beetje hangen weer. Maar goed, geef niet. Iedereen is van harte welkom en als je het niet wil, ook even goede vrienden. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Doei doei!